Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Star Stable video. Vandaag staan we bij de rij al, naast Alex, want we gaan beginnen met de... Ja, we gaan niet beginnen met de hoofdmissies, we gaan weer verder met de hoofdmissies. Zoals jullie kunnen zien heeft Alex een quest voor ons en die gaan we nu... aanklikken en dat gebeurt dat. Ik dacht wel dat ik hier ergens zou vinden. We hebben een soort doorbraak in onze zoektocht naar Justin. Ik denk... Mario, van de astronomie- en archeologie-organisatie in Jorvik, weet je wel, hoorde toevallig een bericht op de radio toen hij met zijn radioapparatuur bezig was. Ben je klaar om het te horen, vriend? Nou, eigenlijk niet, want dan ben je vriend niet, vriend. I'm not your friend, pal. I'm not your pal, buddy. I'm not your buddy. Anyway, nog een merkwaardig bericht. En Mario heeft niet alles opgevangen, maar volgens mij heb ik een bericht over een Dark Core die het paard van Justus op de strand tegen de beurt ging afleveren. Iemand genaamd Dark Rider Malumi of iets dergelijks. Neemt het paard in ontvangst. Ik denk dat ik weet wie er achter die codenaam zit. Het schijnt dat deze Dark Rider het paard naar een plek ergens in de geheule heuvelvlei gaat vervoegen. Het paard van Justin wordt op het strand opgepikt. We moeten de Dark Rider volgen en kijken waar ze Justin's paard mee naartoe nemen. Nu is het tijd. Ik dacht dat ik de zuidelijke poort van de vier zou kunnen bekijken. Ik dacht dat je het zuidelijke strand van de Gouden Heuvelvlei zou kunnen zien. Recht onder de kapotte brug die over de ravijn gaat. En die natuurlijk meer vormt tussen het strand en de goudbladbossen. Weet je. Ik heb de plaats gemarkeerd op jouw platgrond. Andere vrienden naar andere locaties op de Guldenweg en rond de Dolkus. Dus ik denk dat we het gebied goed afgedekt hebben. Oké. Let's go to the place we have to go to. Er gaat niet iemand langs. Nou, ik dacht dat iemand tegen me praten was. In ieder geval hoi als je tegen me praten was. En anders niet hoi als je niet tegen me praten was. Ik heb geen idee. Oh ja, dat is Jasperino's. Hoi. Even kijken. Dit is dan het strand waar we heen moeten. Zo. Dit moet de plek zijn die Alex bedoelt. Er is goed overzicht van het hele strand vanaf hier en de bosjes zijn een goede verstopplek. Nu moeten we ons gaan verstoppen en wachten tot het hier gaat gebeuren. Oh. Welke bosjes zijn een goede verstopplek? Want ik zie geen bosjes. Maar we zijn aan het wachten. Spannend. Echt, ik zweer het je, als ik ergens achter moet staan, dan kan ik me wel gooien. Met panie en sensatie, dit is het begin van de... Oeh! Wat was dat? Spannend, spannend. Wat een leuk pakje heb je aan. Kijk die heupen, man. Oeh, swing that hips, babe. Volle kracht vooruit. Duit, 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 duit. Wauw, die voeten zijn wel echt maatje 48. Hij is creepy. Dat is Malumi. We staan echt goed verstopt, man. We staan echt goed verstopt. Het is niet gezond hoe goed we verstopt zijn. Ik kan het niet aan zo goed. Wel, hij gaat er vandoor. En hij staat voor zijn boot. Hij is de motor. Leuk. Leuk. Er is geen signaal dat Justin Paard is afgeleverd aan de Duitse ruiter. Wanneer je aan het achtervolgen bent, komt er niet in de bij, anders wordt ontdekt. Maar ga ook weer niet te ver weg, want dan raak je de Dark Rider kwijt. Spannend. Achtervolg de Dark Rider. Hoe dichtbij mag je komen? Waar was ik er wel op blijven zien? Dan een dag. Het is alweer 10 uur. Het is veel te laat. Bijna tijdens mijn bed gegaan. Bijna. Voor een uurtje of zo. Gisteren lag ik om 11:30 in bed. Ik sliep echt in een kwartier.
Mijn vriend kwam laat thuis, dus ik werd wel eventjes wakker. Maar niet, oh, hier was ik dus nog niet geweest. Ja, hey. Nou, mijn vriend kwam om 12 uur precies thuis, geloof ik. Ik heb niks gehoord. Ik heb hem gezien. En ik weet dat ik met hem gepraat heb. Ik weet mijn god alleen niet waarover. We komen te dichtbij. Zachtjes, jongens. Zachtjes. Ja, dat is een magisch paard. Volgens mij gaan we nu te ver weg, of niet? Het is zo spannend. Maar ja, dan krijg ik vanochtend weer om 9 uur veel te vroeg. Ik heb gezellig moeten werken de hele dag. Niet zo heel veel gedaan eigenlijk. We hebben vooral veel gelachen. Op een gegeven moment belde iemand van de andere vestiging. En die vroeg dus, want er was iemand daar in de winkel en die zei, die had iets. Die wilde iets hebben, maar dat was niet op voorraad daar. Dus vroeg we hun af of wij het hadden. Nou, op een gegeven moment zat ik dus te kijken en ik zeg, heb je even artikelnummer? Ik kan artikelnummer opzoeken. Maar ik wist maar god niet welk magazijn we hadden. Toen hebben we dan zeg maar twee magazijnen. Eén van de winkel en één van het externe magazijn. Dus buiten de winkel was nog een warehouse, zeg maar. Dus ik zat met iedereen ander in het kantoor van, jongens, welk magazijn zijn wij? Zijn wij 2 of 6? En we wisten allemaal niet waar we het over hadden. De ene zei, we zijn magazijn 3. Oh, nee. Wat? Nee. Echt, ik zweer je, als ik, nee. Wat een godvergeten piepwolf, jongens. What the actual hell? Ik wil wat anders zeggen, maar ik doe het niet. Oké, okay, hoe ga ik hier dan langs dan? Hoe moet ik hier langs? Dan moet ik over het pad heen. Maar dan kom ik toch te dichtbij. Dan moet ik zo waarschijnlijk. Oké, okay, nou dan gaan we over het pad heen. God gloeien, dat ging zo goed. Oké, okay, jongens, ik zie jullie zo meteen weer terug in dit stukje. Want ik, ja. Anders wordt deze video veel te lang. En we zijn al 7 minuten bezig met het achtervolgen van een Dark Rider. Dit is een slecht idee. Nou, dat lukte. Nou, tot zo. Oké, okay. Husseflus, Hasseflas, daar zijn we weer. Oh, maar dus, waar ik het over had. Ja, dus het heel verhaal over welk magazijn zijn we nou eigenlijk. Zijn we magazijn 2, zijn we magazijn 6? En dat mens aan die telefoon, die had ook echt zoiets van, god, gloeiende, waar ben ik beland? Volgens mij heb ik het er dichtbij, of niet? Maar we gaan in ieder geval over het pad heen, want we gaan niet tegen een nieuwe views kunnen nemen. Dat was echt grappig. Zaten we daar van, ja, welk magazijn zijn we? Ja, we zijn 3. Nee, we zijn geen 3. 6 of 2. Zijn we 6, zijn we 2. Ik weet het niet. Ja, het was echt geniaal. En wij lachen, lachen. En de mensen aan de telefoon, die zijn gewoon helemaal niks. Ik bedoel, hallo, saai. Ik bedoel, humor in het leven, weet je. Vooral in deze tijd. Kijk, daar is nu ook een wolf, dus ik hoop niet dat hij ons te pakken krijgt. Hoeveel wolven hier, jongens? Volgens mij kan ik niet eens het hek in, of wel? Ik heb geen idee. Oké, okay, spannend. We hebben het gehaald. Het hek gaat open voor onze Dark Rider. Maar niet voor ons, blijkbaar. Oh, die Dark Rider is ook gelijk helemaal verdwenen. Het ijzeren hek is dicht en op slot. Je hoeft alleen maar naar Alex te rijden via de Zuidhek. En vertel haar wat je hebt gezien. Oké, Lego. God, god.
Nou, we komen in ieder geval op een plek uit waar we heen moesten. God, gloeiende wat een vervelende beesten. Ik dacht dat die beesten hier juist niet hoorden te storen. Of moet ik daar meer missies voor doen bij Jasper? Ik heb geen idee, maar het irriteert me. Yo, Alex. Wat is daar en wie zijn daar? Waarom nemen ze Justin's paardtijd mee naartoe? Dat is een vraag waar we nooit altijd op zullen weten als we op een andere manier niet door die poort kunnen. Heb jij nog goede ideeën? Rennen. Jasper is heel dichtbij. We zien je bij hem. Ik wou dat zeggen, waar ga jij naar dan? Jasper. We need your help. Yodlahihu. Hoi. Goed hoor. Oh, ik moet wachten op Slowby McSlowmo. Waar is ze? Oh mijn god. Ik had al 24 jaar heen en weer kunnen rijden. Slowby McSlowmerson. Vind ik ook, Fluttershy. Yo, gast. Hij is hier. Waar ga je heen? Hier, dans met de wolven. Je vraagt je af wat er achter de Norton Gate zit. Nou jongens, het is een lange tijd geleden dat ik er was, maar ik probeer het me te herinneren. Mijn geheugen laat me in de steek. Het is meer dan 20 jaar geleden dat ik voor het laatst een voet zette voorbij de Norton Gate. Het zou open moeten zijn aan de winter, net als de Southern Gate, als ik me goed herinner. Oh, dan moeten we naar die vent toch? Dat is waar. Er was een bos en een mooi zomerhuis. En de weg dat leidde naar een oud fort. Herinner ik me nu. Het zomerhuis in de buurt was eigendom van burgemeester Klaus. En zijn schattige vrouw, wiens naam ik me nu niet kan herinneren. Wauw, dat was lang geleden. Ik herinner me dat ik pompoenijs at op de verrasbaar in de zomer. Oké, doei. Alex. Het lijkt erop dat iemand achter de Northern Gate woont. En het zou best zo kunnen zijn dat ze in het oude zomerhuis van de burgemeester wonen. Dit moeten we uitzoeken. Rijd naar het vissersdorp Westkaap en praat met Klaus. Vraag hem naar zijn zomerhuis en naar zijn vrouw. Vraag ook of we de sleutel van de stad mogen lenen om de noordelijke poort open te maken. Ik blijf bij de gate kijken of de Dark Rider of iemand anders eruit komt. Of misschien wel voor iemand anders die binnenkomt. We zien je daar later. Oké, let's go to Klaus. Klaus de hybrid. Werewolf and Vampire. Het is van de originals. / de Vampire Diaries voor de mijne die... Voor de mensen die denken van, waar de hel heb jij dat over? Nou, daarover dus. Zuidelijke herfkers. De Gildenplech. En toen brak Fluttershy een boot. Ik ben een beetje moe. Beetje maar. Beetje heel erg. Oh ja, die gozer met zijn haai die zit nog hier. Lekker laten zitten. Yo, goos. Ik heb een paar vragen voor je. Fluttershy loopt door. Ik heb een vraagje voor jou, burgemeester Cliche. Oh, weet je wat? Ik denk dat ik nu moet haasten. Ik ben vrij zeker van dat ik er niet van kan beginnen. Hier, heel gauw. Heel gauw hier komen, jij oude vent. Hallo. Je hebt me betrapt, Bambi. Beetje dom van me om te denken dat ik zomaar van jou je paard weg zou kunnen rennen. Ik kan niet wegrennen van jou. Ik kan zeker niet weglopen van mijn verleden. Ik ga het proberen.
Mijn vrouw en ik waren zo gelukkig samen en we hadden een heerlijk zomerhuis samen naast een bergmeer gelegen ten noorden van de poort. Mijn vrouw raakte geïnteresseerd in hocus-pocus-achtige dingen. Ze begon vreemde heksendrankjes te brouwen. Ik was echt bezorgd over haar. Anticlimax. Op een dag kwam ik thuis en zag dat een mooi bergmeer was verkleurd in een donker moras. Mijn vrouw, ze was verkleurd in een gemene heks. Ik kon niks voor haar doen. Dat is mijn grootste verdriet. Ze gaat nog steeds helemaal op in haar drankjes en hekserij. Dus, wil je haar ook spreken? Ja, eigenlijk wel. Ik denk niet dat ze ook maar mijn woord zal luisteren wat jij te zeggen hebt, vriend. Mijn lieve vrouw is verdwenen en die heks is overgebleven. Breek mijn hart als ik aan denk. Van mijn kant zou ik erg op prijs stellen als je zou proberen met haar te praten. Je hebt mij in het dorp al heel goed geholpen. Natuurlijk, als er iets is wat ik voor jou kan doen, dan zal ik het zeker doen. Bedankt dan. Als je mijn heksenvrouw spreekt, zeg dan dat ik nog steeds van haar houd en dat ik niets liever wil dan naar huis komen. Oh, Loekie. Ik ken hem weer terug. Zo schattig. Arme Klaus. Oh, wat gloeien, hè? Ik ben echt mijn partij uitgeput. Oké, dan gaan we weer langs die domme honden. Echt waar? Meen je dat nou echt serieus? Kom op, maar je was niet eens in de buurt. Nog een stomme beest. Zo eromheen. Hotsevlot. Blijf ook gewoon op dat pad staan, hè, die stomme wolf. De poort is open. Schiet op. Ik neem de sleutel mee en geef hem later terug aan Klaus. Eerst moet ik nog dingen in Westkaap doen. Oké, ga je niet mee. Ik kan ons vast vertellen waar we Justin het paard kunnen vinden. Wees voorzichtig, ik ga zo lang wachten bij de poort. Oké. Padadam, 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 padadam. Wee. Oh, ik dacht dat dit gewoon een heel ander ding was. Ik zat te wachten op een later scherm. Oké, ik ben hier al zo lang niet geweest. Ik ga sowieso falen. Oké, inventory, ga even weg. Ik hier omhoog. Jezus man, had je niet gewoon een pad kunnen maken rechtstreeks naar je huis toe? Hey papaya. Het huis van Papaya de Heks. Hey, een paard. Abracadabra. Denk je echt dat je hier gewoon kunt lopen en mij alles vertellen wat je wilt? Je bent zo grappig. Ik denk dat ik je maar eens een lesje leer, jou je domme paard verander. Zo, die is lelijk. Hallo? Papaya. Oh, spannend. Ik ben een kikker op een houten paard. Cheers. Gast, we gaan weer naar terug. Oh, ze heeft me wel terugveranderd. Ook saai, ik vond het wel leuk, een leven als een pad. Zoveel sterren hier. Daar zat een ster, het moeras was een ster. Ben je veranderd in een kikker? Oh nee, gelukkig was het maar voor kort. Papaya, de vrouw van de burgemeester, is ook nooit bereid om te helpen. Ze heeft zelfs Justin's paard in een kooi gestopt. We moeten nadenken of we iets kunnen doen. Linda is behoorlijk slim en het is niet te ver weg.
rijdt langs de manege naar Linda en vraagt haar wat zij denkt van wat we moeten doen. Ik bewaak de poort, zodat niemand Justin's paard mee kan nemen zonder dat we iets weten. Maar dan denk ik, wens je heel veel succes. Moeten we naar zien verkleed. Ik neem even de luie route. Gewoon omdat we lui zijn. Hey Mandy, doe jij hier? Wat doet Mandy hier? Ja, het zal wel. Silverglade Manoir. Charming. Oké, Linda. Yo, goos. Hey, Bambi. Ik heb het erg druk op het moment, maar als het belangrijk is, weet je mij te vinden. Weet je wat? Het is... Zo, pardon. Het is niet zo belangrijk en ik weet je niet te vinden. Dus doei. Nee, grapje. Maar, ik ga de video wel afsluiten. Volgende keer gaan we verder. Tenzij we eerst iets aan die bloedvervelende wolven gaan doen. Dat weet ik nog niet. Dus, bij deze, jongens en meisjes. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie hebben gekeken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Dan komt nu mijn standaard reclame zinnetje. Vonden jullie dat leuk? Doe dan een duimpje omhoog en druk op abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. We zitten bijna op de 100. En, yo, jongens, kom op. 100 abonnees. Dan had ik nooit in de verste verte kunnen dromen. Dus het zou echt geniaal zijn als we die 100 halen. Deze maand, en aangezien het alweer mei is, hebben we nog zeker, het is 1 mei, dus we hebben nog zeker 30 dagen de tijd om 100 abonnees te halen. Hey jongens, ik waardeer het heel erg. Dus doe dat duimpje omhoog, druk op abonneren en dan zie ik jullie de volgende keer weer met Papaya de Heks, Linda, die we daar in de verte zien, Alex, Meteor, weet ik veel wie, Godfrey, hier in de achtergrond. En tot de volgende keer. Doei!